Welkom bij Club Easy Active. Mijn naam is Sven en vandaag gaan we het alternatieve oefeningen doornemen voor de e-gym. Zometeen gaan we beginnen met leg extension, oefening voor de bovenbenen. Pak een stoel of een bank, ga rustig zitten, twee handen gaan onder het bovenbeen, lichaam recht, borst overeind en gaan we met één been gaan we uitschoppen. Rustig laten zakken en weer schoppen. En alle oefeningen doen we 15 keer. Eigenlijk maak ik gewoon dezelfde beweging als op de e-gym, alleen doe het per been. Nummer 7. Dus 1 tal omhoog en 3 seconden zakken. Nummer 10. Nog 4. 3. Dus voel goed die spanning in de bovenbeen. Knijpen en dan ga je zakken. De laatste. Andere been. Twee handen onder het been. Hef een beetje omhoog. Borst overeind. Uitschoppen en weer terug. Trappen en weer terug. Echt die spanning zoeken. Knijpen en door. Teen naar je toe trekken. En vasthouden. Nummer 6. Nummer 9. Nummer 10. Nog 5. Nog 4. 3. 2, 1, laatste. En rust. Ga rustig staan, schud je benen los. Gaan we naar de volgende oefening. Naar de seated row. Dat is een oefening voor je rug. Pak 2 flesjes water of 2 gewichten als je die hebt. En ga rustig staan. Bedoeling is als volgt. Voeten gaan op heupbreedte. Binnen duw je naar achter en een holle rug trekken. Vanaf hier, gewichtjes of flesjes water of bidonnen. Hou je naast je knieën en je gaat ze naar je toe trekken. Dus rustig zakken, lichaam hou je stil en beweging hou je uit die rug. Dus de schouderbladen gaan naar elkaar toe. Knijpen en zakken. Nummer 6, knijpen en door. Dus echt goed die spanning voelen in die schouderbladen. Hou hem heel even vast. Dus 1 seconde omhoog, knijpen en dan 3 seconden terug. Wow. Nog 4, 3, 2, en de laatste, zakken, 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 en omhoog, rustig overeind, gewichtsmog aan de kant, gaan we door met de volgende oefening, de oefening is voor de buik, bovenkant van de buik, we gaan liggen op het matje, voeten, zet je gewoon rustig neer, het enige wat we gaan doen, is de bovenkant van het lichaam omhoog halen, tot een goede spanning krijgt de bovenkant van die buik. Handen kunnen achter de oren of gestrekt. Ik hou ze achter mijn oren. Kijk omhoog. En dan gaan we het bovenlichaam omhoog halen. Dus 1. Korte beweging. Ook deze doen we 15 keer. Nummer 10. En 12. 13. 14, 15. Krijg last van je nek, ook zorg dat je handen kan strekken. Heb je iets meer vrijheid in je nek. Ga door naar de volgende oefening. Oefening voor de bovenkant van de rug, iets voor de zijkanten. Pak weer die 2 gewichtjes beet. Zelfde houding gaan staan. Gewicht hou je voor je borst. Niet te laag, voor je borst halen. Gaan we het breed maken. Dus eigenlijk breng je weer je schouderbladen naar elkaar toe. Iets meer voor de zijkant van die bovenrug. Stop, bam. Dus weer een beetje een holle rug halen. En knijpen. Nummer 5. Het is belangrijk dat je rug niet bol gaat. Dus je borst overeind houdt. En vanaf 4 maak je de oefening. Weer rustig terug. Nummer 10. Nog 5, 4, 3, 2, 1. De laatste. Bam. Rustig overeind. Gaan we naar de volgende. Gaan we de leg press. Dus weer een oefening voor die bovenbenen. Heel simpel. Voeten gaan op heupbreedte. Borst overeind. Billen duw je naar achter. Ga rustig zakken. En omhoog.
Zei ik, ga je op een stoel zitten en kom weer omhoog. Komt hij binnen achteruit. Wat? Rustig zakken, in 3 seconden zakken. 1 omhoog, knie niet helemaal strekken. Licht gebogen houden. 10. 4. 5. 6. 7. Ga zo ver als je kan. Nummer 10. Nummer 11. 12. 13. 14. En 15. Wat? Benen gehad. Gaan we de volgende oefening. Oefen de onderkant van de rug. Let op, als volgt. We gaan liggen op de buik. Tenen zetten we in de grond. Handen houden we los. Bovenkant van het lichaam. Knal omhoog. De spanning krijg je in de onderkant van je rug. Rustig lang maken. En klein. Nummer 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. En 15. Wil je het nog moeilijker maken? Kun je nog je benen mee omhoog gooien. Dus maak een iets langere beweging en wordt die iets zwaarder. Volgende oefening. Achterkant van de benen. Goed staan. Borst overeind. Achteruit stappen. Zakken. En weer terug. Doen we 15 keer per been. Stappen. Terug. Goede stap maken. Eerst je balans zoeken. Van 4 ga je zakken. Knie 90 graden. Ga je terug. Rechterrug, borst overeind. Prima op de helft, zijn er bijna. Controleer ademhaling. Buikspier aanspannen als je gaat zakken. Blijf je rug mooi recht. 10 te gaan. 5 per kant. Nog 6. Nog 5. 4. 3. 2. En dan komt de laatste. Goed doorzakken. Knal omhoog. Prima. Volgende oefening is de chest press voor die borstspieren. Ga op je knieën zitten. Handen komen onder je schouders. Rechterrug gaan we doorzakken. En omhoog. Ellebogen gaan langs je lichaam. En omhoog. Nummer 5. Nummer 8. Houd het vast. Nog 5 te gaan. 4. 3. 2. 1. En de laatste. En rust. Nog een oefening voor de borst. Eventueel weer met je gewichtjes. Wat je gaat doen. Je gaat liggen. Op je rug. Ellebogen 90 graden. En omhoog duwen. Rustig zak. 3 seconden. En duwen. Zakken. En duwen. Dus goede rechte rug houden. En knallen. Acht. Negen. Tien. Vijf. Vier. Drie. 2. En de laatste. En rust. Rustig overeind komen. Dit waren de 8 oefeningen. Eigenlijk 9 oefeningen van de e-gym. Probeer de rondjes 2 keer te doen.
Dus alle oefeningen doe je 15 keer herhalen. En 2 rondjes maken. Heb je een heel mooi rondje. Een full body workout. Vind je het leuke video's? Abonneer op het kanaal. Blauw duimpje omhoog. Hier onderin gaat de link. En ik zou zeggen, tot de volgende keer en heel veel succes.